dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en kijk eens wie hier even de trap af komt lopen. Fresh in the morning, you see me. Good morning. Ja, met mij gaat alles goed? Ja? Nou, dat is lief. Manuel, die heeft wel... Ik heb wel even kunnen lachen. Ja. Ja, je ziet er goed uit, man. Je gezicht ook. Je ziet er uitgerust uit. Lekker bruin. Ja, ik zie er uitgerust uit, maar ik ben niet uitgerust. Maar ik ben blij dat ik hier ben. En dan hebben we nog iemand. Kijk eens eventjes wie daar is. Maiwen. Komt ook van de trap gelopen. Hey. Hey, Maiwen. Oh, Enzo wou die bril net op. Goed, met jou. Goed, jij wou die bril toch? Je ziet er uitgerust uit, schatje. Thanks. Lekker geslapen? Ben ik uitgerust. Hey, Noël. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, met recht graag. Alles goed. Oh, hoe kan dat, bro? Oh, bro. Kijk in het schermpje, het is niet zo erg. Oh, bro. Kom maar, joh. Het is wel goed, het is wel goed. Blijkbaar heeft Noël een beetje een soort van allergische reactie. Ik denk het. Je hebt voor de helft uitgerust. Oh, dat oog zit echt helemaal dicht. Ja. Yeah. Ja, die lip ook, ja. Maar het jeukt niet. Oh god. Ja, het is echt ziek, hè. Ja, doe die bril maar op. Ja, die bril is wel beter, ja. Wacht, doe eens wel één keer nog je bril af? Nee. Oh, het is echt ziek, hoor. Die lip hangt ook, hè. Ja, die lip hangt, ja. Zo brrr. Maar wel blij dat het niet jeukt, want dan was het echt kut. Zo. Maar je hebt nergens last van. Je hebt gewoon goed geslapen. Het voelt gewoon verdoofd. Ja. Ja. Het voelt echt niet alsof je bij de tandarts hebt of botox. Mag je, ja? Ja, het is ook wat harder. Het is weer opgezet. Ja, ja, goed. Sorry. In ieder geval, je hebt een soort van halve filler in je lip. Ja. De sessie is nog niet afgemaakt. Nou, in ieder geval, we hebben allemaal lekker geslapen. Maar ja, dat is vraag ik me af. Heb je lekker geslapen, ondanks dat je zoveel gestoken bent? Ja, ik heb wel lekker geslapen. Maar ik ben niet lekker wakker. Want de eerste dag, weet ik nog, dat jij zei van, joh, ik ben echt veel gestoken. Zijkant van mijn slaap, hier ergens. Ja, maar nu echt gewoon op je lip. Ja, maar weet je hoe dat dus komt? Ik zat gisteravond dus bij jullie helemaal ingepakt, dat ik niet werd gestoken. Ja, gisteravond had Noël lange broek aan en lange mouw. Ik ga thuis, ik ga lekker liggen naast Thijs. Thijs ligt helemaal in het open, ligt lekker in zijn onderbroek, boven de dekens. Ik helemaal ingepakt in de dekens, alleen nog de rechterkant van mijn hoofd. Ik lig op de zijkant, alleen de rechterkant ligt bloot. Ik word fucking wakker, natuurlijk. De rechterkant helemaal lekker stoken. Oh ja. Dit meen je niet. Kijk waar ik in deze nacht word gestoken. 2 keer. 1 keer in mijn lip en 1 keer op mijn oog. Wat? Ja, het is zo lullig, bro. Hoeveel boze ogen heb ik in mijn leven? Ja, ik weet het ook niet, man. Dat is wel echt... Nee, ik zie er nu voor de komende 4 dagen zo uit. Nee, ik denk dat het wel wegtrekt. Ja, ik hoop het. Ja. Ik denk even een goed ontbijt. Ja. En ja, misschien iemand hier om hulp vragen. Mosquito-spray. Ja, mosquito-spray. Dat heb je sowieso wel. Misschien een kaars kopen voor in de kamer die muggen niet fijn vinden. We verzinnen er wel wat voor. Komt goed. We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat Noël niet voor de tweede keer zoiets meemaakt. Maar voor nu, dames en heren. Oh, sorry. Calimera. Komt hij even langs, hoor. Op de scooter. Elektrisch scootertje. Oké, we zijn in ieder geval nog steeds op Kreta. We gaan eventjes ontbijten. We komen nu weer aan bij de palmboomhemel. Kijk dan. Oh, fantastisch. Fantastisch, dames en heren. En we gaan vandaag weg hier van dit hotel. We gaan vertrekken. Dit ziet er weer echt super goed uit van het buffet hier zo. Je hebt 2 soorten buffets. Je hebt er eentje op het begin en je hebt eentje later. En allebei de tafels en stoelen zien er dan ook anders uit. Dit is een soort van chillen stijl met mooie stoeltjes, tafel. En daarachter heb je wat meer, ik weet niet, een soort van classy of zo. Met allemaal kleedjes op de tafels en gewoon wat houten achteren stoelen. Dus en dit ziet eruit als mijn lekker ontbijt.
spijzen. Ja, ik heb Choco Pops met melk. Ik heb weer rijstepappie met kaneel. Daar heb ik extra kaneel bij gevraagd. Beetje jam voor mijn croissantje. Ik heb een lekker cakeje. En ik heb een apple pie, dus een stukje appeltaart. En ik heb een lekkere koffie. En de mooiste man zit hier voor me. Dus lekker eten. Marion ook lekker eten deze keer. Ook wat Choco Pops. Lekkere Fredo cappuccino. Thijsie. Strijder van de dag. Nu al. For real, working. Ja, zitten we naast palmbomen. Heerlijk, heerlijk. We hebben nog een uurtje te gaan en dan gaan we ergens anders heen. En Marion en ik die zeiden tegen elkaar, zullen we nog even ergens gaan zonnen? Even bij een ander plekje waar we nog niet zijn geweest om te zwemmen of te zonnen. En toen zei ik, ja, is goed, dus dat is eigenlijk wel een top idee. Dus wij gingen hier naar deze plek toe, waar je dus ook een brug hebt in het midden. En waar je gewoon echt fantastisch kan zwemmen en kan zonnen. En we liepen richting twee bedjes en die zagen we vrij en toen boom. Twee andere mensen net ervoor. Toen zei ik tegen Marion, ah, links daar zijn twee andere bedjes vrij. Boom, een vrouw net ervoor. En nu is alles bezet. Ja, maar het is zo mooi hier, Brian. We hebben niet hier gezwommen, dat is wel jammer, maar ja. Klopt, ja, het is hier super mooi, maar ja, dat blijkt. Iedereen ligt hier zowat. Dus dan gaan we toch maar terug naar het huisje. Kunnen we daar even chillen, want ik vind het wel fijn om even op een bedje te liggen. Ik heb mijn headset bij. Gaan we gewoon nog even een uurtje even helemaal zen. Even muziekje op, lekker relaxen. Vanmiddag gaan we namelijk een uur en 9 minuten rijden naar een ander hotel van Aquila. En dan gaan we daar nog een nachtje slapen. En we gaan vanmiddag echt een superleuke activiteit doen waar ik echt heel erg naar uitkijk. En ik wil ook nog iets heel graag doen, alleen ik weet niet of ik daar überhaupt nog tijd voor heb. Maar jij weet wat. Want ze hebben hier een plekje die heet Agios Mironas. Oh, ja, ja. En daar zeg maar wil ik heel graag heen, want mijn ouders waren daar 24 jaar geleden, 25 jaar geleden zeg maar. Daar wil ik gewoon graag even een fotootje maken, ook voor mijn ouders even laten zien. Want dat is dus de plek waarnaar ik eventueel vernoemd ben, zeg maar. Ja, nou niet eventueel, waarnaar je vernoemd bent. Ja, en mijn ouders hebben de naam in het Zwitserboekje gezien van Miron. Alleen ja. Toen dachten ze in één keer van... We waren op vakantie en waarschijnlijk ben ik daar dus verwekt. En dat was dus in Agios Mironas. Dus ja. Toen dacht mijn moeder, wow, dat is echt de perfecte naam. Want we waren ook daar op vakantie, Miron en dan dat. Dus dat vind ik wel echt leuk om heen te gaan. Alleen ik weet niet dat we er nog tijd voor hebben. Ja, moeten we even kijken. Eigenlijk is dat wel iets wat we sowieso moeten doen. Dus daar gaan we eigenlijk wel eventjes voor zorgen, vind ik. We zien het wel. Komt helemaal goed. Ik vind wel dat we dat moeten doen. Want vorig jaar wilden we dat eigenlijk al doen. En toen baalde Marion heel erg ervan toen we thuis kwamen. Van damn, we zijn alweer niet naar het plekje gegaan. Ja, nu zijn we hier, nu moeten we dat gewoon doen, vind ik. Dus dat gaat wel goed komen. Anders morgen heel vroeg. Dus we zijn weer bij het huisje. En dan gaan we nog maar even chillen in de achtertuin. Ja, en weet je wat het ook is? Wij hebben natuurlijk het geluk dat wij gewoon een zwembad gewoon bij het huisje hebben. Dus in principe hoeven wij niet daarheen. Maar daar liggen waarschijnlijk alleen maar mensen die in het hotel zitten en geen zwembad hebben. Die gaan allemaal daarheen natuurlijk. Dus ja. Dat is logisch. Maar ja, je hebt nog meerdere plekken natuurlijk. Je hebt nog een supergroot stuk strand. Ja. En je hebt nog een andere plek daar verderop bij het strand. Waar je een zwembad hebt waar je ook kan chillen, kan zonnen. Alleen ik zei al tegen Marion van, oh, ik wil zo graag even op zo'n bedje liggen. Die bedje ligt zo lekker, handdoekje erop, muziekje aan en even zonnen, helemaal weg zijn. Ik heb me helemaal ingesmeerd van top tot teen. Oh, dus dat gaan we nu nog eventjes doen hier. Prachtig. Echt genieten, dames en heren. Heerlijk. Lovely, lovely. Noel! Hey! Yes! Hi. Ben je klaar om te gaan? Ja, lekker. Man. Zelfs die man vond het ook helemaal mooi. Schrok, you liked it? Thank you very much. Thank you. Ja, we zien hem straks nog wel en dan ga ik hem even wat geld geven. En dat ga ik dan filmen, want als ik het niet film, dan krijg ik allemaal gezeik dat ik die mensen geen geld geef. Terwijl ik dat echt wel doe, maar ik ga niet altijd met een camera op hun gezicht zo van hier heb je 5 euro. Maar goed, dan weten jullie dat. Dit is echt een hele chille guy namelijk. Ik heb net even met hem gepraat en hij zei dat hij ook een keer in Nederland was geweest. Hij dacht trouwens dat wij uit Zweden kwamen. Dus ik zei nee. We zijn uit Nederland. Oh, Nederland. Waar komen we vandaan? Utrecht. En toen zei hij heel mooi zo ik kan het geen eens nadoen eigenlijk. Maar Utrecht, vooral de G, is moeilijk om uit te spreken voor veel mensen in andere talen. Dus was echt Utrecht. Zoiets of zo. Dus ik heb even mooi met hem gesproken. Aardige guy. En super relaxed dat alle koffers, gewoon de hele mikmak, wordt gewoon met de golfcar opgehaald. En dan kunnen wij gewoon relaxed lopen naar de receptie. En dan gaan we daar nog even wat drinken op ons gemakje. En dan gaan we richting het nieuwe hotel. Yes! Ik heb de autosleutel hier alweer. Helemaal perfect. Hallo. Hallo. Nou, koffers erin. Was lekker. Kaartje. Yo. Hey, we gaan er vandoor. Nieuw hotelletje. Yes. Koffertjes erin. Kom maar meneer met de koffer. Hop, we gaan even bouwen. Great last time. Ja, je moet die rug leunen. Check dit. Oh, yo.
Ja, oké. Ja, bro, ik zeg je, die koffer is zo onhandig voor jou. Nee. Perfect. Oké, je haat op die koffer. Altijd als ik een koffer meeneem, dan word ik haat. Ja, die blauwe koffer kon je nog een beetje buigen. Dit is zo hard. Zal ik die volgende keer weer meenemen? Ja, alsjeblieft. Ja, ik ga dat serieus doen. Oké, we gaan er vandoor. Thank you. Bye-bye. Aircootje aan. En nu is de grote vraag. Heeft Noël de box bij de hand? Achterin in de Waar is die? Nee, meen je dat? Ja. Bro. Je hebt één taak en dat is de box. Echt een uur rijden? Ja, een uur en 10 minuten. Maar ik zag daar media op jouw scherm. Nee. Noël, daar hebben we al 1000 keer op geklikt. Dat is alleen CD. We hebben tegen Noël gezegd, Noël, je hoeft altijd maar aan één ding te denken. En dat is de box. Jij bent de man van de box. En het is nog geen 1 keer gelukt. Oh ja, 1 keer had hij hem mee. Toen gingen we quad rijden, hadden we er niks aan. Dat was echt nice op de quad. Toen zat hij alleen maar in de doos. Nee, dus. Nee, maar ik ga wel die box pakken, want ja, kom op. Ik weet waar die ligt. Okay, pak jij maar dan. Rijden. Noël is echt zo'n jongetje die alles vergeet. Zo'n lief oogje. Ja, zo lief. Zo, voor de helft van zijn gezicht zo. Het is wel helemaal goed bijgetrokken hoor, de ene kant van zijn gezicht. Het is gewoon of iedereen een knipoog heeft. Ja, nou het is nu wel echt heel veel beter. Ja, het is nu wel heel veel beter geworden. Arme Noël. Nou, volgens mij gaat het wel lukken met de box. Ja, maar dit hotel, dames en heren, was echt serieus heel erg nice. Wil je er informatie over weten? Check even het link in de beschrijving. Daar kan je alle informatie vinden. En als je interesse hebt in een vakantie hier op Kreta, dan kan je een vakantie boeken. 5% korting als je mijn kortingscode gebruikt. Dat staat ook in de beschrijving. Alle informatie staat daar. Je hebt de box, Noël. Wat een legend. Easy. Let's go. Noël, we love you. Oké, navigatie en boom, dan gaan we. 1 uur en 12 minuten rijden. Maak jij al een uurtje van, hè? Nee. We hebben de hele koffer vol. De hele auto vol bedoel ik met koffers. En ik heb 3 mooie mensen bij me. Ik ga niet gek doen. Zo fijn dit. Oh, nice. Het is zo fijn. Even die voetjes van jullie. Het is zo fijn. Hoe Noël zit, zit ik ook echt heel vaak. Oh, we zitten, dames en heren, hier aan tafel bij het hotel in Heraklion. Perfecte locatie. De haven zit hier vlakbij. Het is vliegtuig, hè? Hoor je dat? Het vliegveld zit hier echt 7 minuten rijden vandaan. En de haven echt iets van 3 minuten. En we gaan straks weer met de autoweg 10 minuten rijden naar een super gaaf groot aquarium. Als ik het goed heb, is het het grootste aquarium van Europa. Echt? Ja, dat werd mij verteld gisteren. Dus dat belooft echt iets super gaafs. Ik ga straks maar even checken of dat echt klopt. Want ik wil geen leuks verspreiden. Maar dat is wel echt iets waar ik heel erg blij mee ben. Want ik vind visjes en alles in de zee vind ik echt super gaaf. Dus daar heb ik echt knijters veel zin in. Alle koffers en zo... zijn al gebracht naar de hotelkamer. We hebben geen idee hoe het eruit ziet. Je hebt hier nog wat andere mooie plekken, zoals een rooftop. Dus het dak heeft prachtig uitzicht. En ook iets van een barretje of een zwembad. Dus daar gaan we nog later even naar kijken. Maar eerst gaan we hier genieten van een heerlijke lunch. We hebben Griekse salade. We hebben lekkere broodjes. Ik zie een beetje pesto. Oeh, heel goed. En dan gaan we straks de lunch krijgen, wat we hebben besteld. En dat is iets van een kippasta of zo. En de weg hierheen was ook echt super relaxed. Want ik heb echt, zoals jullie zagen op de timelapse, heel veel auto's kunnen inhalen de hele tijd. Wop. En echt gewoon heel erg nice kunnen rijden. Met natuurlijk echt een prachtige uitzicht. Dus goede reis gehad. Van maar een uurtje. Dit is wat we hebben, dames en heren, als lunch. Ziet er knijts goed uit. Pasta met kip, een paar blokjes kaas. Heerlijk. We houden van kaas, hè? Heerlijk. Ja. 4 plus 4 is... En 5 plus 6 is. En 5 plus 4 is. Ik zit niet. 9. Dat is fijn. Nou, dan weten we dat. Ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk, ja. Oh, sorry, dat was heel hard. Oh, zo heet. Holy shit. Ja, hij komt. Yeah. It's okay. It's hot. I didn't know it was so hot. Wow. It's cheese inside. Oh yeah, it's hot. The cheese is hot. Oh, er zit kaas in die stokjes. Ah, okay. Nice. Oh yeah, it's so good. Oh, er komen meteen 2 mensen van de bediening hierheen. Boy, joh, dat is zo heet op mijn lip. Ik denk dat ik net zo'n lip krijg als Noël. Ik schrok echt heel erg. Mag ik een kusje?
fijn. Dat is een klein liftje dit. Zo. Zeven personen kunnen je in, dames en heren. Hey, gezellig. Hey, zeven personen. Noël kijkt even weer naar zijn lift. Het is echt al heel veel beter hoor. Ja, het is echt veel beter geworden. Ja, kijk maar. Alle cute. Ik heb nog een spiegel. Oh, ik deed even het schermpje voor Noël zo, maar ik heb gewoon een spiegel natuurlijk. Oh, zo. Dit is hier. Hallo, doeg. Bye. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Wow, joh, dit is echt grapjes. Ook gewoon Nederlands, hè. Tot ziens. Nee, dat was wel echt hallo, hallo. Zo fijn, want die hallo was zo Nederlands. Ja, je wist al genoeg. En hoe groot is inderdaad de kans dat we precies een Nederlander tegenkomen? Hallo. Tot ziens. Oké, 524 en jullie hebben 521, denk ik, toch? Maar ergens zijn we nee, want wij hadden 6th floor. Nee, 6th floor was het zwemmen. Jullie hebben 521. Maar alle ergens was de bagage. Ja, 524. Ja, ik heb geluisterd. Hallo, Calimera. Yassas. Oh, Yassas. Yassas. Yes, Yassas. Oké, 524. Boom. Zo, daar zijn we. Hoppakee. Ik doe meteen even de gordijnen open. Hoppa. Boom, zo! Ojo! Wat een uitzicht, hé. Check dit. Zo, Thijs gaat blij zijn. Er is weer baklava hier. Echt? Ja. Wow, kijk hoe nice het is. Oh, dat is wel nice. Ojo, kijk. Hey, Matje! Hey, Noël, jij ook hier? Hey, wat is met je lip gebeurd? Zo, check dit. Druk straatje hier beneden. Wow, best wel spannend om hier zo te staan trouwens. Maar dit is wel echt sick, hé. Wow, wat een uitzicht. En daar zie je dus de haven echt super duidelijk. Blue Star Ferries. High speed. Ja, sick. Echt heel erg sick. Wow, kijk dat basketbalveldje daar. So satisfying. Ja, dit is mooi. Dit is echt heel mooi. Ergens anders, volgens mij... Oh, dit vind ik altijd spannend. Oh ja, eentje hoger. Wij zitten volgens mij op de 5e etage. Ja, logisch. De kamer nummer 500. Dat is... Als het met een 5 begint, dan meestal 5e etage. Je hebt die 1 etage boven en daar heb je dus gewoon het zwembad. En dus ook een soort van panorama view eromheen. Dus daar gaan we later nog even naar kijken. Maar we gaan nu het spullen pakken en dan gaan we vandoor. Want dan gaan we dus naar dat aquarium. Daar heb ik echt knijters veel zin in. Het lijkt me zo super dik. Grit Aquarium. Een woordspeling, dames en heren. Wow, en gewoon een dinosauruspark zie ik hier. Zo. Maar daar gaan we niet in. Nee, helaas. Grit Aquarium. Ik ben erg benieuwd. Eigenlijk iedereen die we erover gesproken hebben zegt dat het heel leuk is. Dus dan heb je op zich wel steeds hogere verwachtingen. Ja. Oké, okay, hier rechts is de parkeerplek volgens mij. Nee, daar. Het ziet er heel groot uit. Ja. Oh, ik heb zoveel zin. Ik voel me weer kind, jongen. Niet normaal. Oh. Hey, kijk dit dan. Wow, al die banaantjes hangen aan die auto. Ja. Oh, lekkere kerstjes. Zullen we zo'n watermeloen meenemen? Watermeloen voor de vissen? Watermeloen, lekker. Ja, eten. Nou, daar zijn we. Oh. Let's go. We hebben expres allemaal nog niet gekeken op internet, plaatjes of iets of wat dan ook. Omdat we gewoon erheen wilden gaan en gewoon maar kijken wat is er allemaal te zien. Ik ben echt zo benieuwd. Hallo. Wegen, we hebben de tickets hier. Ja. Thank you. Zo, het zijn wel dikke vissen, eerlijk. Dit is een dikke kreeft. Dikke kreeft? Wow! Hele dikke kreeft. Kijk, vissen. Kijk, Nederland. Frans. Wow, bro. Wow, hij zegt gok de tal Frans en hij komt precies op Peugeot Rouget. Dit is mijn gelukkig gedaan. Maar dit is serieus wel ideaal, want er zit dus een kreeft in. Maar wat voor kreeft? En dan zoek je gewoon even Nederlands en dan weet je gewoon, ah, zeekreeft. En dan heb je hier nog een andere vis. Wat is dat? In het Nederlands, even kijken. Rode zeebrasem en een Spaanse zeebrasem. Nou, die zitten dus hier in deze bak. Maar dat is dus echt super nice. Zo kan je dus alle informatie vinden. Oh, kijk deze dan. Wat is hij aan het doen? Ja. Hij is aan het eten ofzo. Bro, als je die zicht vindt... Wacht. Wacht even. Heet een krab, omdat hij altijd aan het krabben is. Hier kan je hem nog beter zien. Ja? Wow, kijk dan. Wat een krab, hé. Wat? Dat is ziek. Die is groot, hé. Gek shot dit wel. We pakken allemaal onze telefoon erbij. En dan wil ik jullie graag vragen om shots te maken, horizontaal. Zodat ik dat kan gebruiken in de vlog. En dan wil ik vragen aan mijn editor of hij erbij wil zetten van wie het shot is. Okay. En dan uiteindelijk mogen jullie bepalen. En dan heb ik het jullie over jullie, de kijkers. Jullie mogen bepalen wie de beste shots van de dag heeft gemaakt. Oké? Okay? Dus ik ben heel erg benieuwd. Let's do this.
Noël is al bezig. Oh, Marvin is ook al bezig. Wow, Marvin, dat shot is wel echt episch. Wow, dat is wel echt een episch shot. Oké, okay, good luck. Thank you. Dit vind ik wel een hele bijzondere, dames en heren. Dit is de schaamkrab. Nee, nog nooit van gehoord. Ik denk jullie ook niet. Nou, de schaamkrab die zie je dus daarachter, daaronder. Dat is niet het visje natuurlijk, maar die zie je daarachter, de schaamkrab. Die zie je ook bewegen. Heel erg bijzonder. Echt apart. Kijk dit, dames en heren. Je hebt hier weer de Peugeot Blanc. Kijk, in het Frans de Peugeot Blanc. Maar het heet dus eigenlijk de zeebrazen. Oftewel de Pagello in het Italiaans. Dat zijn deze. Ja, ik vind vissen echt iets magisch hebben, dames en heren. Vissen kunnen zulke mooie kleuren hebben. Kijk dan hoe dit eruit ziet. Ja, ik vind het echt prachtig. Dit is echt zeker weten de perfecte plek voor Enzo Knol omheen te gaan. Een aquarium. En kijk dit dan, wat een knoeperd! Wow, kijk deze. Holy moly, en kijk deze ook. What? Oké, wat is dat voor eentje? Ik ben heel erg benieuwd. We gaan even kijken. Ah, we hebben een... Kijk, deze zagen we net. Dit is dus een roodbaars. Die ligt daar lekker te chillen, beneden. Dit is dus de roodbaars. Wow, wat is dit? Kijk dan. Huh. Oké, dit is dus de roodbaars. Maar wat is dit voor... Dit is een grouper dus. Kijk, een grouper. Een gouden zaagbaars. Maar dat noem je dus in het Engels een golden grouper. Holy moly. Wow. Hij gaat gewoon op de kop. Hij zit er gewoon tussen nu. Kijk dan. Dat was zo bijzonder. Hij ging gewoon op de kop. Kijk dan. What? Wat een vis is dit, hé. Oh, hij komt recht op ons af. Oh, joh, dit is best wel een soort van eng op een of andere manier. Holy moly, dames en heren. Over groepers gesproken. Dit is natuurlijk gewoon echt niet normaal. Wat? Oh, een manta ray. Tenminste, is dat een manta ray? Die op de grond? Wow, die vind ik ook zo gaaf. Maar kijk hoe groot deze zijn. Wow. Yo, dit vind ik echt heel sick. Die zijn niet normaal groot. Wow. Echt heel erg sick hoor. Oh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Ah, hij geeft hem een kusje op zijn wang. Wat ziek, hè? Die ogen zijn zo groot. Wow. En dat was dus geen golden grouper, maar een dusky grouper. En in het Nederlands heet dat dus gewoon een grote zeebaars. Dat dit echt gewoon zo moeilijk gaat zijn voor mij om doorheen te lopen. Hey, maatje. Wow. Ja, bro, dit wordt zo moeilijk voor mij om overal langs te gaan, want ik blijf veel te lang hangen bij alle plekken. Het is te mooi, hè? Het is niet normaal, hè? Zo'n zeepaardjes. Bro, we gaan het allemaal zien in de edit, oké? We gaan het allemaal zien in de edit. Ik ben trots op je shots. Beetje competitie hier zo, oké. Hij gaat allemaal mijn beelden stelen. Maar dames en heren, dit is echt zo ontzettend gaaf. Dit is gewoon niet normaal. Om die vissen zo... Wow, kijk dit dan. Wow, yo. Holy moly, kijk dan. Yo, dit is zo gaaf, serieus. Ik wil weten wat dit voor vis is trouwens. Die vind ik echt super mooi. Het lijkt gewoon op een hele mooie baars met die stekels. Kijk hem. Oh, hij komt hierheen. Kijk dan. Hé, hey, maatje. Je zit elkaar ook allemaal... Oh, knolpower. Dat scoort punten, bro. Ja, maar dit is zo nice. Ja, dit is echt epic. Wat is dat voor grote vis? Ik ga even checken. Welke is dat? Wow, joh. Er zit hier ook een aal in. Ergens hier zit een aal in. Ik heb hem nog niet gezien. Maar die aal is er wel, kijk, een aal. Ik kan op deze niet vinden wat voor vis dat is, eerlijk gezegd. Ik heb geen idee, ik kon het niet goed zien op het plaatje. Maar dit is een gaaf aquarium, mee. Kijk dan. Oh, echt heel gaaf. Zo, holy moly. Er wordt hier een shot gemaakt. Wow. Ik had deze al, maar ik ben nou een backup shot aan het zeker. Holy moly. Zo, dit is weer zo'n grote grouper. Niet normaal, echt niet normaal.
wat voor dat vis is, dames en heren. Maar dit is echt een van de meest bijzondere vissen die ik ooit heb gezien. Dit is een soort van drakenvis met vleugels. Zijn dit geen vliegende vissen? Want dit is echt zo bijzonder, vooral die rode. Ik weet niet waarom die rood is, misschien omdat hij nog jong is of... Oh, kijk dit. Hallo. Die zijn zo grappig vanaf de onderkant, hè. Hey dan. Serieus, dames en heren, ik kijk mijn ogen uit. Ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Het is, oh, een schildpad. Ik hoop dat iemand daar een shot van heeft. Het is zo'n mooie schildpad. Deze vissen zijn ook groot. Wauw, ik ben echt in de hemel gekomen, dames en heren. Misschien vind ik dit wel echt het allergaafste wat we hebben gedaan van de afgelopen hele week. Serieus, ik ben zo ontzettend. Ik heb gewoon helemaal kippenvel. Ik heb gewoon mijn hele lichaam, mijn benen, mijn armen. Ik weet gewoon niet wat ik zie hier. Zulke mooie grote vissen die ik nog nooit heb gezien. De gekste kleuren, drakenvleugels. Wat is dit allemaal? Wauw, ik kan wel huilen van geluk. Dit is, kijk dan. Check wat hier gebeurt. Kijk wat hier voorbij komt. Wat is dit voor joekel? Kijk dan. Holy moly. Check dan. Deze is gewoon helemaal goud. Wat, hij heeft één pukkeltje op zijn lip, lijkt het wel. Kijk, en dan komt er nog een andere vis daarachter. Jeetje, dit is echt absurd, hè. Dit is een aquarium, dames en heren. Oh, kijk dan hoe groot. Wat een monster. Kijk, nog twee. Jeetje, Mina. Dit is wel echt heel sick. Kijk dan, let op. Kijk dit. Holy moly. Dit is zo groot. Het is echt ongelooflijk. Kijk, en daarboven zit die schildpad. Ik hoop dat hij nog heel even zo naar beneden gaat. Ik wacht wel heel even totdat die schildpad weer komt, maar... Echt super dik. Echt super dik. Ziet er wel aardig veilig uit, toch? Is het een mannetje of een vrouwtje? Een vrouwtje. Ja? Ja. Heeft ze daar haar zak vol? Ja. Ja, want dat hebben we geleerd, hè? Oh, heb je leuk. Oh. Zeg je dat? Ja. Schildpadden zijn wel echt mooi, hoor. Echt mooi, want het heeft ook gewoon iets weg van een vogel, als je snapt. Ja, het kopje, ja, klopt. Maar, en dan het lichaam zit aan het schild. Zo. We willen even zien zwemmen, want schildpadden kunnen ook echt heel snel zwemmen. Toch? Heel snel. Wat zei je tegen hem? Hij zei tegen mij van, joh, kijk eens, die heeft een kickbordje. Nou, wegzwemmen. Oh, dat is Enzo niet. Dames en heren, dit is echt briljant. Kijk, dit is de vis die ik heb gevangen. De schriftbaars. Zo heet hij dus. Painted Comber. Dat zei hij inderdaad ook, die vissersman. Schriftbaars. Even kijken of ik er eentje mooi op beeld kan krijgen. Ja, ja, kijk. Zien jullie dat? Dit is precies de vis die ik heb gevangen. Met zo'n blauw stukje aan zijn zijkant. Kijk, hier zie je hem beter. Dit is precies de vis die ik heb gevangen. Echt een mooie vis, hoor. Zie je dat blauwe stukje achter zijn vin? Heel erg mooi. Kijk, nu zie je het goed. Hoppakee, dat is hem. Oké, dit gaan jullie ook heel dik vinden. Dit is de gewone ligger kraken. Oftewel, komt hij even in het Nederlands, de gewone achtarm. De gewone achtarm, de Octopus vulgaris. Kijk dan, die zit er helemaal tussen gesqueezed. Wat? Heel erg bijzonder. Holy moly, kijk deze. Wat? Het lijkt wel een opa-vis. Dit lijkt serieus een opa-vis, kijk dan. Wat? Oh my god. En wat voor vis is dat, dames en heren? Ah, dat is deze. Dat is de Atlantische wrakbaars. Holy moly. Maar ik zat ook te denken, stel je hebt zo eentje aan de hengel. Ja, maar die groeper, die hele grote groeper, die kan je dus, die wordt echt vaak gevangen, ja, in Amerika. Daar zitten veel mensen op te vissen. Ja, echt. Ja, Maiwen die is even een heel stuk teruggelopen, omdat ja, iedereen was veel verder al. Ik blijf veel te lang hangen bij alle vissen. Maiwen die kwam even terug en die zei zo, wow, je bent hier nog maar. Ik zei, ja, Maiwen, ik vind het gewoon zo vet. Ik vind het het vetste wat we de hele week hebben gedaan. En ik kan gewoon niet heel eventjes ergens kijken. Ik moet gewoon kijken. Dus kijk dit ook weer dan. Oh, hij schrikt een beetje van mij. Kijk dan. Hoe magisch is dit? Wat?
Zo bijzonder mooi. Een soort van vulkaanuitbarsting bij zijn ogen had hij. Die kleuren. Echt mooi. Echt heel mooi. Wat voor vis is dat? Even checken. Oh, dit is allemaal leeg. Ik weet niet wat voor vis dat dan is. Je hebt hier de zeebaars. En je hebt hier de goudgestreepte zeebrasem. Oké. Ik denk dat dat hem is. Dames en heren, ik wil jullie voorstellen aan de pauwlipvis. Dit is de pauwlipvis. Kijk dan. What? Volgens mij is dit serieus de vis die we ook met duiken hebben gezien. Hoe mooi is dit? Wat een kleur, hé. De pauwlipvis. En ik denk dat die pauwlipvis heet, omdat hij serieus de strepen heeft van de veren van een pauw. Gewoon de kleuren bedoel ik. Vind je niet? Ah, supermooi. Echt, echt magisch weer. Deze wil je ook graag ontmoeten. Ja, deze wil ik heel graag ontmoeten. Dit is de hele tijd zo. Maar weet je wat het is met deze? Er staan filmpjes op YouTube van deze vis. Dat ze gewoon zo'n blikje cola doormidden happen. Ik dacht happen. Dat dit zo eentje was die in één keer een bandje. Nee, dat is een kogelvis, geloof ik. Nee, dit is een... Ja, een hazenkof. Maar hier, kugelvis, kogelvis. Kogelvis? Dit is wel een kogelvis. Toen ik die Duitse lag, dacht ik, dat is zo. Ja, nee, je hebt gelijk. Als dat er staat, heb je gelijk. Maar dan heet dat anders, die ene vis die zich zo opblaast en dan zo'n stekel zo kling. Ja, dat is niet deze. Dat is niet deze. Dit is namelijk volgens mij een super, super krachtige vis. Hij is heel lelijk. Nee, maar... hij is schattig. Nou, hij ziet er schattig uit, maar die tandjes maken het een beetje lelijk. Kijk die oogjes. Maar dit, ja, hij heeft hele mooie gestreepte, of mooie stipjes. Alleen dit is een vis die dus echt gewoon zo hard kan bijten, dat wil je niet weten. Dat bedoelde ik met dat filmpje. Ik heb ooit een filmpje gezien en dat zijn een paar vissers op een boot. En die hebben dan zo'n blikje cola en die houden dat dan voor zo'n vis en die hap zo. En gewoon heel dat blikje gewoon meteen kapot gewoon. Zo ziek, zo sterk. Oeh, kijk dit. Oeh. Kijk hoe dit eruit ziet. Wow, ook weer zo magisch, hè? Die paarse kleuren. Zo bizar. Kijk dan hoe gaaf dat heen en weer gaat ook. Heel mooi. Oké, dames en heren. Ik denk niet dat het heel moeilijk is, maar dit is op zich wel een leuk spelletje. Spot de rog. Kijk, je hebt hier gewoon een zandbak en je ziet de vorm natuurlijk wel liggen hier zo. Maar het is wel bijzonder hoe sommige vissen gewoon helemaal beschut zijn. En deze doet aardig goed zijn best om niet op te vallen. Ik zoek hier de kreeft. De kreeft? Oh ja, ik zie hem. Je zag hem. Ik zie hem hier aan de bovenkant hangen. Ja. Ik was zo aan het kijken zo. Dan denk ik zo, oh joh, hij gaat gewoon naar boven. Ja, dat is wel een bijzonder plekje, kan ik je vertellen, ja. De vis die ik zojuist heb gefilmd, die best wel groot is, zo heen en weer gaat, een heel klein beetje op en neer. Dat heet dus, geloof het of niet, de trekkervis. Hier zie je, dames en heren, de trekkervis. Wauw. Kijk waar Maya nu is. Dit is echt niet normaal, schat. Wat? Kijk dan. Al die tentakels ook, hè? Die hele kleine. Die zo licht geven lijkt het wel. Hele kleine tentakels daaronder. Cool, hè? Ja, echt heel bijzonder. Kijk ook hoeveel er zijn. Wat? Je zou hier maar in terechtkomen, hè, in de zee. Holy moly, wat ziek, hè? Kijk dan hoeveel. Echt magisch, echt magisch. Ik weet het niet heel zeker, maar volgens mij heb ik wel eens gehoord dat kwallen de zee gaan overnemen. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord inderdaad. Omdat ze zich zo makkelijk voortplanten. En eigenlijk zijn er niet heel veel dieren die kwallen eten. Waardoor ze alleen maar vermenigvuldigen, maar niet echt weggaan. Dat is het inderdaad. Ja, is het niet zo dat schildpadden kwallen eten? Ik weet het niet. Het staat hier misschien. Ik weet het ook niet. Ik zie ook een schildpad daar. Dus. Maar dit is wel heel ziek hoor. Kijk dan. Hé. Blijkt wel een klavertje 4 in het midden. Zie je dat? Ah ja, je hebt gelijk. Ja? Ja, maar doordat er heel veel plastic ook in de oceaan ligt, zijn schildpadden soms confused in de war en dan eten ze dus plastic in plaats van kwallen. Omdat het op elkaar lijkt. Ja, dat dacht ik al, maar dat is ook de reden waarom volgens mij die kwallen zoveel vermenigvuldigen, omdat de schildpadden worden steeds meer bedreigd. En als de schildpadden verdwijnen, dan verdwijnt de grootste eter van een kwal. Tenminste, volgens mij is het een beetje in die trant. Ja. Ah, dit is echt niet normaal, dames en heren. Dit is echt... Kijk hier ook. Jeetje. Hoe vet, hè. Oh, kijk dit. Ze doen het bijna... Oh, ze deden het net bijna allemaal tegelijk. Ja.
Deze ken ik. Dit is een koraalduivel, 100%. Koraalduivel, kijk dan. Ook echt mooi, hè? Volgens mij zijn deze ook giftig. Niet normaal hoe mooi deze zijn. Kijk dan. Please don't film meer. Blijf van het shop. Hé, hey, hoe mooi vinden we het, boys? Schitterend. Serieus, ik heb het zo mooi. We hebben ook gewoon visuals met van twee kanten perspectief. Ja, we zijn wel echt al uit. Ja? Het is wel echt next level. Dus jullie gingen niet rustig aan doen met shots? Nee. Hey, er zit hier een schildpad in. Oh, kijk dan, die komt naar ons toe. Wow, deze is ook mooi. Zo. Maar kijk die schildpad. Hé, hey, maatje. Wow, die schildpad. Wat een badass. Hij is lief, hè? Niet normaal, maar die vis is ook mooi, hè? Kijk die kleuren. Maar die lijkt op mij. Is met Thijs, ja, die komt heel veel naar mij toe. Wat ben je nou weer aan het kijken, broer? Hey. Ja, die maken wel oogcontact met jou, ja. Ja, schattig. Zijn schattig. Stuk voor stuk. Dat is echt niet normaal, kijk dan. Wauw, een mooie kleur geel. Hij heeft zijn haar ook goed gedaan, hoor. Kijk dan. Die blijft altijd boven. Oh, deze vis, die had ik nog niet gezien. Kijk, oh, joh. Dat wordt denk ik een gek trucje. Oh, deze is ook echt mooi. Die is lekker aan het smikkelen. Oh, hier zie je dus een luier, een wegwerpluier. 450 jaar om verteerd te worden. Ja, natuurlijk te verteren. Ja, en hier een glazen flesje. Nooit. Gewoon nooit. Of, ja, weten ze niet. Nee. Indeterminate. Wow, dat vind ik zo bizar. Dat is echt absurd. Ja, en glas wordt natuurlijk kapot gemaakt door de zeebodem. Dus meestal heb je dan van die kleine steentjes die heel erg doorzichtig zijn. En dat is dan gewoon glas. Hier zie je een blikje, 50 jaar. En daar zie je kartonnen verpakkingen, 3 maanden. Echt bizar. Eigenlijk zouden ze nu het mondkapje er ook bij moeten doen. Want het mondkapje die ligt heel veel in de zee. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang dat duurt. Dat is zo slecht voor het milieu. Ja, Finding Nemo, rechtsboven. Zien jullie hem, dames en heren? Wat? Kom naar Dora, kom naar Dora. Ja, dit is Dora. Hallo. Hier, 2 stuks. Mojo. 2 stuks. 2 Finding Nemo's. Dames en heren, we zijn aan het einde. Oh, dat vind je mooi, hè? Dat is jouw lievelings, een orka. Jammer dat hij hier niet was. Ja, dat kan gebeuren. Bro, een orka kunnen ze nooit hier zo houden. Zeg dat is nooit. Nee, een orka is zo gigantisch, dat is echt niet normaal. Maar goed, Myron, ik ben gewoon eerder dan Myron. Myron, are you coming? Nice! Ja, ik ben gewoon eerder dan Myron. Yo, dit was magisch, dames en heren. Dit was echt genieten. Ik ben heel erg benieuwd wie de mooiste shots heeft gemaakt. Laat het weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Holy shit. Oké, we hadden die jeep nodig. Holy shit, dit is wel spannend, dit hoor. Dit is heel stijl. Oh mijn god. Oh, holy shit. Gast. Oh yo, dit is... Ik weet niet of dit goed is, hoor, schat. What the fuck? Ik weet niet of dit goed is. Film even hun, want er zitten twee... een berg aan het beklimmen hier. Er zitten twee de broekpoepen hier. Oh, joh. Oh, wacht. Holy Jezus. Oh, je begint nu pas te filmen. Wow, yo. Fucking hell. Wow, yo. Even kijken. Kijk jij maar even. Volgens mij moeten we hier en dan daarheen. Dit is de verkeerde weg, schat. Nee. Die we net hebben gehad. Nee, je hebt gezien dat die je daarheen stuurde. Goed, dat was wel spannend, hè? Dat was heel spannend. Ja, we moeten hierheen en dan daarheen. Ja, maar we gingen zo stel. Ja. Dat ik serieus dacht, deze auto trekt het niet en we vallen weer naar achter. Ja, echt, hè? Ja. Ik heb ook 3 keer gedacht van, dan gaan we. En ik heb ook een leven. Ja, dat is waar. Wat als jij nu had moeten rijden, Thijs? Ja, dan was klaar, weet je. Dat deed hij zo. Alle 4. Dit was wel echt de sickste weg die ik ooit heb gezien, hoor. Ja. Dit was echt een van de gevaarlijkste wegen ter wereld. Nog 9 minuten. Dat is in totaal 6 kilometer. Dus ja, we gaan hier rechts afslaan. Nou, ik hoop dat we geen schade hebben aan de auto. Ja, dat hoop ik ook. Maar dit was echt een hele lijpe weg. Skirt. Ik ben echt benieuwd of we de terugweg ook die weg moeten nemen. Ik ook. Ik denk dat er wel een alternatieve route is, eerlijk gezegd. Dit was wel echt heel spannend, hoor. Ja, maar hoeveel meter... Ja, hoeveel meter we in zeg maar een paar meter omhoog gingen. Dat is echt ziek. Maar ik reed gewoon de hele tijd vol gas in de ene, hè. Vol gas. En hij ging op een gegeven moment qua toeren niet meer verder omhoog. Nee. Dus hij nam, qua power nam die af. Ja. Dus ik had zoiets van, oh, we moeten er nu echt zijn, want anders gaan we het niet redden. En er zaten ook nog zieke gaten in de weg. Ja, nou, je hoorde dat denk ik ook wel.
Yep. Een afgrond links. Ja, en een afgrond. Er was geen reling zoals dit. Maar jij was ook zo stil. Ja, ik was gefocust. Maakt het nog eerder. Dat ik dacht van, dit is serieus. Want anders praat jij wel. Maar hij zei helemaal niks. Klopt. Ja, ik was vet gefocust, man. Weet je hoe ziek dat was? Holy shit. Ik had een jeep of zo, oké, maar... Nou goed, ik denk dat er ook wel een andere weg is dan dat. Ik denk gezegd. Het ook wel, ja. Maar goed, navigatie gaf de kortste route aan. Dat was het zeker. Wij. Ja, dat was het zeker. Kijk hoe hoog ook ja, we zitten wel echt hoog, ja. In één keer. Dat heb ik nog helemaal niet verteld. Nee, we gaan naar mijn plekje inderdaad. We gaan naar Mironas. Agios. En ik zeg het de hele tijd verkeerd. Want ik zeg elke keer Agios Mironas. Maar zij zeggen het heel anders. Agios of zo. Agios Mironas. Mironas. Ja. Mironas. Ja, Mironas. Ja, daar gaan we heen. Het plekje waar je even weg bent. Ja. Het is wel leuk dat we daarheen gaan. Eindelijk. Paradise. Paradise. Oh. Paradise. Ja, het is wel mooi. Het is echt onwerkelijk hoor voor je ogen. Oké dan. Echt ziek hoor. Zo hoog zijn we gewoon. Maar kijk al dat landbouw hier hè. Echt zieke landbouw, alles scheef, alles schuin. Damn. Oké, we moeten nog iets van 3,6 kilometer rechtdoor. Nee, wat hebben ze nou gedaan? Dit is het bordje. Wat de heck? Nou. Ze hebben al die kilometers hebben afgelegd. We hebben ons leven geriskeerd voor een gravity bordje. Ja, ik hoop dat aan de andere kant van het dorp dan nog wel een goed bordje is. Oh mijn god. En de andere kant dan, dat je eruit gaat? Nee. Is niks? Nee. Holy shit. Nee, ook niet. Oké. Okay. Ja, dit is wel een nachtmerrie. Ja. Die kwamen vervoer. Kun jij er niet photoshoppen voor mij thuis? Dat zat ik ook even na te denken. Maar ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet dan op Google Maps. Ja, het is best wel echt een dorpje hoor. Ja, maar zo'n street view. Oh. Dan zie je misschien dat bord nog dat hij schoon is. Wordt het zo lullig? Ik denk dat het bord vrij nieuw is. Want, ja. Nou, dan gaan we de volgende zoeken. Ja, het bord is vrij nieuw. Het staat hier nog helemaal niet op Google Maps. Ah, oké. Damn, Marvin. Nee, komt goed. Er zijn meerdere borden. Ja, komt goed. Kijk, hier is hij nog goed. Ja, dat is hem. Zie je? Ja. Agios Mironas. Maar ik wil wel eigenlijk ook even een foto mee maken, ook al zit die graffiti erop. Komt ie. Foto. Damn, Myron. Damn. Oké. Nee, nu moet je wel Miron zeggen, want hier is het Mironas. Vanaf nu ga ik dan, dit is dan het moment dat ik Miron ga zeggen. Nee, schat, ophouden. Ophouden. Sorry, Miron. Kom, Miron. Gaan even foto. Schat, niet zo kut doen. Ik word er echt boos van. Ja, is grappig. Kom schat. Wat vinden jullie dan ook? Ik vind het echt niet kunnen. Dan ben je een keer op die locatie en dan gaat hij nog vervelend. Dus. Ja. Jullie zeggen wel Miron, toch? Ja, nee, jij zegt Myron. Noël zegt Myron, maar jij zegt meestal wel Miron. Ik zeg ook meestal wel Myron. Ja? Maar nu ook zeg wel. Ik Miron. Oh. Mirona. Mirona. Go, this is your moment. Kom op, Miron. Hey, jij ook hier. Wat doe jij hier? Hey. Jij weet niet dat wij terpentine in de koffer mee hebben met sponsjes, hè? Ja, kunnen we schoonmaken. Nou, ga er even leuk voor staan, schat. Kom maar, maak wel een foto voor jou. Nou, dat is het, dames en heren. Agios Mironas. Damn. Zullen we niet meer een terpentine halen? Dat is een vibe dat wij daar even gaan schoonmaken. Ja, dat is wel echt goed, hè? Ik meen, als je in winkeltjes dan gaan we toe kijken of de terpentine is, allemaal doekjes. Ja, hoe hard zou dat zijn? Ja, dat is toch mooi? Dat je dan jij die weer schoon hebt gemaakt. Ja, dat zou echt vet zijn als we terpentine en doekje halen. En dan gewoon schoonboenen. Wil je dat doen? Ja. Maar we gaan eerst naar de andere bord kijken. Als er geen ander bord is, dan is dat wel een optie. Gaan we deze even opknappen? Yes. Laten we eerst daarheen rijden en dan rijden we het dorp uit en misschien is daar dan weer een bordje. Is goed. Als je ook onder de gravity zit. Je hebt wel een super mooi uitzicht. Hier was zo'n cafeetje en dan zit je gewoon, kijk je gewoon zo. Wow. Heel fijn. Kijk dan. Het is wel heel ziek hoor. Het uitzicht is net zo adembenemend als de naam. Ik vraag me af waarom mijn ouders dan sliepen hier. Of... Heb je gewoon winkeltjes die open zijn? Oh, joh, hier kan je kebab halen, gyros. Het ziet er echt mooi uit ook. Die ramen zijn zo schoon, hoe dan? Dit is wel echt een vibe hoor hier. Serieus, schat. Schattig dorpje. Ja, hier moet dan ergens bord zijn, denk ik. Ja, hier rijden we weer een beetje het dorpje uit. Zo, maar de uitzicht is echt niet normaal. Ja, dat is echt super mooi. Best spannend, hè? Oh, kijk, dan gaan we een bordje vinden, ja of nee? Is hier een bordje? Nee. Oh, dat zou echt super jammer zijn als er nergens anders een bordje is. Snap ik. We worden toch de terpentine. Ik zie daar een bus op. Ik weet niet wanneer je officieel... Oeh, hier ga je eruit. Daar staat daar wel. Daar is hem, daar is hem. Oh! Ik zie geen graffiti. Spannend! Ja, ik zie wel graffiti. Hier ook. Je weet niet of daar aan de andere kant is. Nee, hier
ook grafiti. Wow, hier is ook allemaal grafiti op. Waarom doen ze dat nou? En die is helemaal kapot. Kijk, daar rij je erin. Oh, maar die is wel heel. Die is heel, die telt. For real, for real. Pas op, pas op, Noël. Ja, oké. Anders dan wacht je even. Holy shit. Ik voel me toch wel een beetje verantwoordelijk dan. Ja, snap ik. Dan moet ik wel een beetje streng optreden natuurlijk. Ik zie hem zo in één keer die deur openklappen. Er komt zo'n mini aan. Ja, kijk. Ja, maar je weet me nooit. Dan kan je beter even wachten tot die auto voorbij is en dan open. Wel lief, hè, wat die jongens doen. Ja, laat ze even er naartoe gaan. Straks hebben ze hem recht en dan... Ja, joh, hier zit ook gewoon graffiti op. Niet zoveel als die andere, maar... En de andere kant staat niks op. Dat is gewoon de achterkant. En hier dan. Deze wel heel. Of nou ja, hij staat niet... Maar wat hebben ze dan tegen dat dorpje? Ja, zo vreemd. Of hier is een ongeluk. Ja, maar alle bordjes met de Mironas, die zijn gewoon niet goed. Nee. Dat is wel echt vaag. Deze kan je niet meer buigen. Nee, kan je hem niet meer buigen? Misschien als we met de auto aan de andere kant rijden? Misschien dan wel. Ah, ziek hoor. Maar dat maakt niet uit, we kunnen wel goed. Ja, je kan er nu wel beter naast staan. Dat wel. Als je hem zo tegenhoudt. Nou, ga er maar bij staan. Dan maak ik wel een mooie foto. Of we knippen die uit en zetten we op die andere. Ja, dat is jouw werk, Thijs. Dat kunnen we regelen. Oh ja, wow, dat kan wel. Yes. Alsjeblieft. Ik wil hier wel de perfecte foto, dus ik ga even kijken of ik ze mooi vind. Wow, kijk dan. Met de trekken, hoppa. Nou goed, dat is het dan, schat. Ben je wel tevreden of moeten we de terpentine nog uit de kast halen? Nee, ik ben wel tevreden. Ik vind het leuk dat we hier zijn. Inderdaad. Ja? Ik heb een terpentino's nog de avond. Dat zit mij ook niet helemaal lekker. Nee, ik voel je. Ik snap het. Dat is toch leuk? Zullen we naar het kerkje als eerste even gaan dan? Want die kerk is wel echt heel, heel gaaf, hé. Wow, het is niet eens mogelijk, hè. Maar hier zegt hij rechtdoor. Maar dan moeten we de andere kant. Dan moet de auto hier ergens neerzetten. Wow, moet ik dan helemaal naar achteren? Ze zei dat ze... Ja, zo van rij maar door, maar dat kan helemaal niet. Kijk dan die hond. Hé, hey, maatje. Oké, helaas. Oh, dan is daar gewoon iets ingestort. Ja, of we moeten de auto hier ergens neerzetten en het laatste stukje lopen. Ja, maar ik weet niet waar we de auto neer kunnen zetten. Ik denk hier wel ergens. Zo, zul je ook wat lekkers halen? Nee, hier kun je echt Je komkommers. Oh, wat lief. Ja, hier kan de auto misschien wel. Kan ik gewoon nog steeds naar achter, ja toch? Ik weet echt niet waar ik de auto kan parkeren hoor. Kan ik hier gewoon de auto even laten? Ja, dat is goed. Ik weet niet of het mag, maar we gaan het zien. Ik denk niet dat ze hier politie hebben, eerlijk gezegd. Ja, sowieso is weinig politie hoor, op Griekenland. Klopt. Ja, we hebben echt weinig politie gezien. Zo, dikke auto hé. Ik kan er nog makkelijk langs. Geen probleem dus. Prima dit. Daar zijn we dan, in Mironas. Wat is dit ook voor statue, voor standbeeld? Zo, die is in ieder geval oud, geloof ik. Zie je dat? Ik vind het nu al interessant. Wat doe je daar, jongetje? Ja, een klein kerkje. Is dat geen begraafplaats, dat daar iemand ligt? Nee. Nee? Ja, dat zou kunnen. Kruisjes. Zullen we even naar het winkeltje gaan? Ja. Wow, kijk wat je hier allemaal hebt. Ja, er zit hier echt wel ergens terpentine tussen, hoor. Kan niet anders. Ja, dat is spiritus. En wat is dat dan? Of is dat lampolie? Kijk, hier heb je dan al van die schattige doekjes. Wow, zie je dat? Microfibre. Zo'n schuurspons. Oh ja, laten we die meenemen. Ja, die gaan we gewoon doen hoor, vind zo'n ik. Fijne missie, kom op man. Ja. Laten we kunnen leven. Nee, dit moeten we wel echt doen hoor, misschien vind ik. Misschien als hij Engels kan, dat hij ons kan vertellen wat het beste is om te gebruiken. Zou kunnen. Bijvoorbeeld ook nagellak remover of zo. Oeh, dat is misschien ook wel een goeie. Wacht, ik ga opzoeken op internet. Waarmee kun je graffiti verwijderen? Oké, dan ga ik ondertussen even op zoek naar lekkere snoepjes. Oh kijk, we hebben handschoentjes. Dat is misschien ook wel een goeie. Kijk, oh, gewoon motorhandschoen of zo. Ja, we kunnen hem ook gewoon weer even mooi schilderen. Gewoon helemaal opknappen dat bord. En gewoon helemaal zwart en dan met wit gewoon Mironas erop schrijven. Oh, dit is wel fijn hoor, dit. Kijk wat ze hier nog meer hebben, dames en heren. Ze hebben hier bakken. Ik weet niet wat hierin zit, maar check dan. Wat is dit? Weet je hoe fijn? Ik heb geen idee wat hier staat namelijk. Maar het is 2,80 euro misschien per kilo of zo, I don't know. Hier heb je volgens mij allemaal rijst hier. Ja, dit is gewoon rijst. Een bak met rijst. Hoe fijn, hoe ze dat verkopen eigenlijk zo. Echt een mooie winkel dit. Bro, ik weet iets voor jou. Ja, voor muggen. Zo'n rolletje wat je op kan hangen. Maar we zitten nu wel in een ander hotel, hè, dus. Ja, aceton. Aceton heb je het. Oh, nu valt mijn internet weer weg. Aceton staat er. Terpentine, aceton en er stond nog iets. En dit is aceton? Ja, dat weet ik dus niet, maar dat ga ik even vragen. Oké. Okay. Aceton. Staat het daarop, ja? Kijk, nail polish, aceton. Oh ja, aceton. Oh, wat fijn dit. Ik weet dat je wel genoeg hebt. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Kijk, staat gewoon aceton op. Oh, dat is echt perfect. Ja, top. Ik denk serieus dat je gelijk hebt, schat. Ja. Ja, het is gewoon helemaal kapot hier. Of ze zijn leiding opnieuw aan het leggen. Oh ja, dat denk ik.
Kijk, zie je? Wow, maar hier is het. Ja, dit is beter. Wow, echt mooi hoor dit. Ongelooflijk. Kijk dan, ze hebben hier gewoon een opgraving gedaan hoor. Kijk, dit zijn gewoon delen van het gebouw. Tja, een zie je gebouw. Dat? Wow, inderdaad. Je ziet daar zo'n cirkel en zo. Daar is gewoon ooit een weg overheen gemaakt. Church, yeah. It was a church. Ah, with the war. En 200 years old? Ah, it was... Great. Wow, so old, yeah? Wow. Heel fijn dat hij ons gaat helpen gelijk. Mooi, joh. Dit is echt super oud dus, blijkbaar. Oh, en hier was een baby begraven, zegt hij. Hier zo. It's a grave. A grave. Hier, baby. Small baby. Toch? Tert. Ah, oké. Tessera. Zero, 0 years. Turkey. 200 years. Ja, Turkije hier. Fire. Ah, oh, okay. Fire. Gewoon gebombardeerd. Mess up people, baby, baba, mama, only. Ten. Everybody dead. Yes. Ah, oké. Okay. Wow. Maar dat die weg hier overheen lag. Ja, bizar hè? Ja. Oh, dat deze man dat even zo vertelt. Live here. No. Heraklion. Her name. Her name is Myron. Miron. Mironia. Her name is Miron. Miron. Yeah. Yeah. Saint Miron. That's why we are here. To look. Tonight, tavern feel live music. Here. Ah, oké, okay, tonight. Oké. Okay. Thank you. Wow, zo fijn die man, dat hij dat even komt uitleggen. Ze zijn echt zo vriendelijk hier. Ja, maar dat zeggen mensen sowieso al, dat Grieken zo super aardig zijn in het algemeen. Oké, okay, laten we even kijken, schat. Wow, hoe leuk is dit dat we hier zijn? Ja, echt leuk. Dat hadden we echt niet willen missen. Ja, dit is echt absurd. Zo, kijk dit uitzicht van deze kerk, hé. En dan ook die bankjes hier zo. Zullen we hier straks zitten, even chocolaatje eten? Wel goed idee, toch? Ja, echt te fijn. Ja, wow, kijk zo, hé, hey, hou eens op. Ja, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik denk serieus dat dit het mooiste uitzicht is wat we hebben gehad. Ja, en dat uitzicht van met quad rijden. Dat was ook heel mooi, ja. Oh, ik ga hier het chocolaatje eten. Psst, dit is toch niet normaal. Kijk eens, dames en heren. Wauw. Echt niet normaal. En dan heb je hier de kerk. Dan gaan we straks eventjes naar binnen. Echt super mooi. Ja, hier gaan we even wat drinken. Even wat eten. Lekker. Oké, schatje. Ik ga je volgen. Even het kerkje in. Alweer echt super mooie muurschilderijen. Zo. Heel donker, ja. Maar volgens mij is dit zo'n oude kerk. Maar echt zo mooi. Kijk dan. Echt wel gaaf dit hoor. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Wow. Ja, het is dezelfde stijl ja in Griekenland. Inderdaad. Of tenminste op Kreta. Wow, yo! Ze hebben Sitakiles. Wat? Ik ga even kijken hoor. Ja, jullie zijn gisteren lessen geweest. Dit is gewoon hetzelfde. Wat? Ja. Hoe fijn is dat? Sirtaki-les. Ja, hoe zie je? Iedereen gelijk verlegen, iedereen gestopt en dan. Kom, wij gaan het allemaal. Ja, dit was echt mooi, dames en heren. Echt, echt serieus. Het mooiste dorpje waar we geweest zijn. Echt leuk dat we hier even naartoe gaan. Ja, zeker. Super fijn. En er zijn best wel veel kinderen hier eigenlijk. Harder, harder. Jullie dansen op die muziek, zij helemaal lachen. Hé, hey, maatje. Hé. Hé. Hé, Cody. Hey. Oh, hij is wel lief. Wordt wel echt super, super krap hier. We gaan even keren, hè. Dus gewoon de pas op, hondje. Oh, je kan nu nog gewoon inrijden. Die man is nog steeds aan het lachen, joh. Hij is echt een mooie inspiratie. Ja, hij zit alleen maar te lachen, die man op de stoel. Ik heb foto's zo. Hallo. Kalispera. Kalispera. Oh, dit... oh, echt, ik kan bijna huilen. Van geluk. Ja, van geluk. Ja, dit is gewoon zo fijn om mee te maken. Omdat dit zo ontzettend afgelegen is. En daarom heb je gewoon alleen maar lokale mensen die je tegenkomt. We gaan ook tegen deze man Kalispera zeggen. Ja. Kalispera. Ja, echt fijn. Echt zo fijn. Maar kijk dan, in één keer zo'n super technologie bord. Ja, hier ook iets van een bord met een man erop. 25 graden, het voelt warmer eerlijk gezegd. Oké, we gaan naar het bordje toe, terpentine. Ja, ik hoop dat het werkt. Aceton hebben we. Ja, ik hoop het ook. Nagelremover.
Zo random. Nagellak remover, hè? Mooi, oh ja, nagellak remover. Oh ja, anders dan heb je geen nagel. Nee, even nagel remover. Maar Marion die zei net in de winkel, van, oh, stel voor we zijn aan het schoonmaken en in één keer kon de politie worden opgepakt. Ja, zo van, wat zijn jullie aan het doen? Ook al zijn we aan het schoonmaken. Hey, we hebben wel alles gefilmd, hè, dus we kunnen terugkijken. Ja, dat is waar. We hebben goede bedoelingen. Dat is zeker waar. Ik denk dat de politie eerder mee helpt dan dat ze ons aanhouden. Zo leuk zijn. Dat gevoel heb je wel, ja. Zo aardig zijn die mensen. En dan straks die enge weg naar beneden. Dit is hem al. Ja, dit is hem. Het is wel een goede graffiti hoor, in de zin van dikke laag. Ja, ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Wel 3 flesjes, dat scheelt. Dat scheelt. Let's go team. Let's go jongens. Oké. Goeie hoor, de kerk. Kijk, gaat ook even. Ik denk eerst met het niet schuurgedeelte, of denk je met schuren meteen? Ja, ik denk dit zo op. Ja. Probeer maar. Oh. Ja, ik zie wat wit. Oh, dit wordt lang boenen. Dit wordt nachtdienst. Wow. Ja, schuren. Ja. Schuren? Oh my god. Eerst nat maken en dan schuren. Jongens, dit gaat heel goed. We gaan het ding goed nat maken. We gaan gewoon in het. Mij ja. Oh, we hadden eigenlijk, hoeveel sponsjes hebben we? 2 maar. Ja, anders kon iedereen een letter doen. Ja, echt. Ja, het gaat wel. Maier gaat, oh, ja, lekker jongens. Kijk dan. Dit is zo fijn om te zien. Maak dat bord schoon. Kunnen dit sponsje misschien uit dorp door de midden scheuren? Ja, schoon. Hallo. Wow, kijk dan. Maier, een dik veel weg. Ja. Hoi, yo. Kijk, wees goed zo. Goed, we doing good. Kijk, dit sponsje ja. Door de midden gescheurd. Zo slim. Let's clean it. Let's clean it, guys. Yo, kijk dit. Ja, dat is fijn, hè? Oh, yo, kijk dan. Oh, yo, het gaat al... Oh, yo, dit gaat goed komen. Ja, lekker Thijs. Heel dat stuk eraf. Kom maar weg, schoonmaken voor mij, man. Kijk, dan draai je hem om en dan... Oh. Oh. Gewoon een beetje moe. Wel goed bezig hoor. Kijk dan, we komen echt goed in de buurt. Ja. Ja. Maar alles wordt nu een beetje zwart, omdat mijn hele spot zwart is. Ja, je moet hem omdraaien, kijk, dit duurt. Ja, maar dat heb ik, kijk. Oh, die we niet. Meer spons nodig. Ja, dat hebben we. Hier, dat is toch niet. Ja. Hallo. Hallo. We are cleaning. Goed, right? Bye-bye. Mensen snappen dit. Ja. Niet. Mensen gaan allemaal even checken van, hé, wat gebeurt daar? Ja, als iemand in mijn dorp zou doen, zou ik ook. Ja, en ook buitenlander. Ja. Oh, bijna. Ja, kijk dan, lekker vies. Ja. Oh, hebben wij nog geen doekjes nodig? Ja, misschien moeten we straks terugrijden om even schoonmaakdoek te staan. Want nu is het wel even onduidelijk. Want we hebben nog geen water, misschien kan je dit spontje schoonspoelen met water. Ja, oh, we hebben heel veel flesjes achterin, ja. Dit is zeker achterin heel veel. Hier ook 2. Ik denk dat het nog gaat lukken ook. Juist. Oh, yes. Ja, juist. Het komt eruit. Kijk hoeveel verschil ja, er is. Zo goed. Ja, wow, dit werkt echt super goed. Nu ja. Helemaal knapen. Nog een beetje. Ja, nu kan je nu de auto hebben. Juist. Oh, Thijs, mag ik ook zo meteen een stukje doen? Ja, iedereen kijken. Iedereen kijken, zo wat gebeurt er. Ja. Wow, Thijs, jij hebt echt goed gecleaned. Ja, hij heeft echt goed gecleaned. Snel hè? Ja. Deze techniek nog wel? Ja. Dat klinkt echt heel goed. Al die kleine stukjes. Zo! Pa. Het ziet er heel cute uit dit. Zo met z'n driet. Ja, is goed. Yes! Wow, yo! We zitten er allemaal onder, maar... Dames en heren. Wordt is groot. We did it! Yay! Yeah. Let's go! Mironas! 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 Hey, gaan we die andere ook nog doen? Nee. Dames en heren, het is ons dus gelukt. Het bord is weer helemaal clean! Zo fijn! Kom er met z'n allen even bij hoor. Even wat een eindresultaat jongens. Wat een afsluiting van de vakantie ook. Kijk dan! Wat een idee! Zo fijn! Ja, dit is echt een prachtig idee. Ja. Mooi resultaat. Had niet beter gekund. Echt, echt heel erg fijn. Let's go. Wauw. Vond zo goed? Lekker. Ja, dit is echt mooi hoor. Echt heel erg blij zeg. Kijk hoe fijn dit is. Wauw. Zo, zitten we weer in de auto. We hebben allemaal spierpijn aan onze rechterarm nu.
Maar het is het waard. Ja, het is zeker waard. Marvin die zit nog allemaal selfies te maken en te filmen en zo. Zo fijn om te zien. Ze is er zo gelukkig mee. Ja. Zij wil eigenlijk dat bord meenemen. Ja, eigenlijk wel. Zo om te kijken of een schroevendraaier als bij had. Nee, niet zo te zeggen. Niemand heeft hier nagellak omhoog in gedaan, toch? Nee. Zullen we straks nog even stoppen bij een dekje om even handen te wassen? Oh, ik dacht schroevendraaier halen voor het bord. Ja, dat is goed. Nee, oh, dat zou ik wel willen hoor. Ja, zie je. Je zei het al. Stel, je hebt zo'n bordje in de tuin hangen. Ja, dit was prachtig, dames en heren. Echt een fantastische afsluiting van de vakantie en zo. Ja, echt leuk. Dag, dag. Dames en heren, we gaan dezelfde weg die we omhoog gingen nu naar beneden doen. Oh jee. Let's go. Nee, schat, wel rustig. Ja, rustig. Zo, je wel weer bijna Janneke hebben, hè? Zo, ik had alweer een berichtje op WhatsApp overstaan, ja. Kijk hoe stijl die weg is en ook hoe stijl die afgrond is. Maar naar beneden is wel echt veel beter dan omhoog. Ja, ja, zeker. Oh, schatje! Wat is er? Ja, zo hard meteen. Nee, maar wel een beetje rustig. Je gaat echt hard. Kijk dan, hè. Nou, dit is nog best wel hard, moet ik zeggen. Ja, maar ja, wat moet ik anders? Ja, remmen. Ja, dat is een goeie. Zo, dit is echt net een harde baan. Nee, zo naar beneden. Schatje. Kom maar zo'n loop. Oh, wow, yo. Oh. Zo, in de midden lekker, schatje. Oh, ik ben blij dat we beneden zijn. Maar ik denk dat dit zoveel scheelt qua tijd. Ja, dat vind ik wel zeker. Dit was zeker een shortcut. Als dit geen shortcut is, dan deden we het gewoon voor onze lol. Nou, dat deed jij sowieso. Ja. Ja, dit was wel een heel fijn weggetje. RSS in. Nou, terug naar het hotel. Yes, we gaan erheen. Heraklion, here we come. Oh. Ietsjes te veel koppel, maar komt goed. Oké, dames en heren, we hebben ons allemaal eventjes omgekleed en even opgefrist. Vooral even de handen gewassen van al het nagellak remover. En dan gaan we nu eventjes eten bij Hugo. En het leuke is, vorig jaar bij Heraklion waren we hier ook. Toen gingen we lunchen. Nu gaan we avondeten. Wat is er aan de hand? We hebben een nieuw spelletje gekocht en het is geen Uno, maar het is DOS. Ja, weet je wat de DOS betekent? Nou? Je hebt twee stapels waar je op mag gooien. Oh, hoe leuk is dat? Ja. Twee stapels waar je op mag gooien. Ja. De rest is hetzelfde. Ja, dat is zo fijn. Vind je dat fijn? Hebben jullie trek? Kan je deze stapel schudden? We weten ondertussen hoe DOS werkt. Het is wel heel erg anders, maar wel geinig. In de tussentijd hebben we het avondeten gekregen. En we hebben bijna allemaal voor een pizza gekozen omdat we vanmiddag al pasta hadden. Maar blijkbaar is Noël zo gek. Oh nee, dit is risotto hè, wat je hebt. Ik wou zeggen, blijkbaar is Noël zo gek op pasta, maar het is risotto. Is het ook niet een soort van pasta eigenlijk? Beetje semi? Nee. Ruist. We hebben in ieder geval lekker avondeten. Ik heb een pizzaatje, pizzaatje, pizzaatje. Laatste avond. Even proosten op de laatste avond. Ik heb genoten weer, van Benny, van Noël. Ik heb eigenlijk het mooiste moment van Benny was door de band. Het mooiste moment van Noël was zijn lekker stoken gezicht. Ja. Ja. En het mooiste moment van Maiwen was elke dag haar aanwezigheid. Nee, dat was het bord, dus gewoon poetsen natuurlijk. Oh ja, ja. En de van Enzo? Wat vonden wij het mooiste moment van Enzo? Ik vond met die berg op. Die berg op? Vandaag. Vandaag? Ja, dat was mijn anus. Oh ja. Eet smakelijk. Een van jullie loopt naar binnen? Ja, wel wat ik doen, man. Dit is echt in zo'n straatje hier zo. En dan in één keer zo super eng zo'n steegje. Hello. Allemaal graffiti gespoten. Gewoon daar naartoe rennen. Gewoon rennen, ja, en dan terug. Daar was het! Oh, joh. Oh, is gewoon parkeergarage. Oh, echt? Ja, oh, alleen twee zwerven. Wat? Niks. Twee? Twee mensen. Yes! Dat was zo hard. Kun je dat goed zien op beeld? Hij gilde gewoon. Oh, dat was zo hard. Holy moly, dat was zo, zo hard. Maar wel stoer dat je erin ging. Ja, dat wel, ja, dat wel. Wel respect. Gewoon echt helemaal een donker steegje en alles. Slaap lekker. Slaap lekker. Tot morgen. Zie jullie in de ochtend. Ciao. Zo, dames en heren, dat was het voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!